individueel veranderen is op zich al heel moeilijk. Dat betekent dat je bestaande gewoonten moet loslaten en nieuwe gewoonten moet aanleren. En dat op een consistente manier. Dat is helemaal niet zo eenvoudig. Maar wanneer je als organisatie wenst te veranderen, dan is dat nog heel wat moeilijker. Omdat je niet alleen individuele gewoonten moet veranderen, maar je moet ook op organisatieniveau beslissingen gaan nemen die consistent zijn in de tijd, maar die ook consistent zijn over personen heen. Het was een organisatie die volledig versteend was. Mensen spraken niet meer met elkaar, konden niet meer samenwerken. En er was eigenlijk al 3 jaar geen enkel nieuw ding meer opgeleverd in die organisatie. Wat we merken wanneer dat we bij organisaties komen die voor een grote verandering staan, is dat de directie of het managementteam onvoldoende gedeelde visie heeft over wat ze wensen te bereiken en hoe ze dat wensen te bereiken. Op dat moment kan de waarderende methode echt een meerwaarde betekenen. En ik was initieel zeer sceptisch over de mogelijkheden en wat we er kunnen mee bereiken. Een wezenlijk verschil in de waarderende methode is dat we niet redeneren vanuit de probleemstelling, maar dat we redeneren vanuit de gewenste situatie. Dit geeft een veel ruimere blik en genereert veel meer mogelijke oplossingen. Wat ik zo goed vind aan die appreciative inquiry, is dat het feit dat je vertrekt van het positieve, het feit dat je vertrekt vanuit de dingen die goed lopen, dat maakt dat je je open kan zetten voor nieuwe ideeën. De waarderende methode bestaat uit 4 grote stappen. De eerste stap is de ontdekfase, de tweede stap is de droomfase, de derde stap is de ontwerpfase en de vierde stap noem ik meestal de do-fase. Maar vooraleer we kunnen starten met onze 4 stappen, is het noodzakelijk om in eerste instantie de waarderende onderzoekstopic op een goede manier te beschrijven. Dit doen we samen met de stuurgroep. Dus we hebben in dat project eerst een analyse gemaakt van wat de problemen waren en dat bleek dus niet een technisch probleem te zijn zoals ik het oorspronkelijk dacht, maar dat was echt een menselijk organisatorisch probleem. Wel, in de ontdekfase brengen we mensen samen en we gaan die mensen verhalen laten vertellen. Verhalen over positieve situaties. Die verhalen zijn belangrijk omdat ze zorgen voor verbondenheid. Door eerst in kleine groepjes te vertellen over die goede samenwerkingen en dan daarna om er in grote groep over te praten, dat is ook handig, want daarmee leer je mensen kennen. En daarmee kan je een gezamenlijke taal ontwikkelen waardoor je dezelfde dingen verstaat onder dezelfde woorden. We ontdekken eigenlijk de positieve kern van de organisatie waar we mee aan de slag gaan. Dat is de sterkte van de organisatie en dat is absoluut wat we wensen te behouden. Vanuit die positieve kern gaan we kijken van wat kunnen we nu nog beter doen? Wat is de ultieme droom die we hebben als groep? En dat was ongelooflijk hoe dat eigenlijk op 1 dag tijd, de eerste dag, hoe dat die mensen eigenlijk al een hele andere mentaliteit ten opzichte van zichzelf en hun organisatie hadden. En eigenlijk door kwam dat voort uit het positieve denken, die sfeer die gecreëerd werd, doordat mensen niet meer moesten denken over wat er allemaal mis kon gaan en wat er fout was. En in de ontwerpfase gaan we eigenlijk de vertaalslag maken van het wat. Wat wensen we te bereiken naar het hoe. Hoe gaan we dat bereiken? En een goed ontwerp is absoluut noodzakelijk om duurzaam te zijn. Hoe gaan we dan over van die ontwerpfase naar de do-fase? Dat hangt af van project tot project. In sommige projecten kunnen we op het einde van de ontwerpfase vlot starten naar de do-fase. Bij andere projecten, IT-projecten bijvoorbeeld, kan dat helemaal niet op die manier. Eigenlijk is er na 6 maanden terug output in die organisatie gekomen. Dat effect is eerst gecreëerd. Er is natuurlijk voor gezorgd dat dat bleef. Er is continu aandacht aan besteed. Maar op een periode van 6 maanden zijn er beslissingen genomen. Is er een verandering geweest in de organisatie, waardoor al die actoren in die organisatie ook achter stonden. Die deden dat samen. Bedrijven die met de waarderende methode hebben gewerkt, zijn daar zeer tevreden over. Omdat het niet alleen zorgt voor een veel grotere betrokkenheid bij de personen die voor de organisatie werken, maar omdat de veranderingen die op deze manier werden voorbereid ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Je gaat mensen in een modus operandus brengen waar iedereen positief is, waar iedereen samenwerkt en op die manier ga je veel verder geraken. En zo creëer je ook een fantastische sfeer onder de mensen.